het berenmonster. En de baby die het meeste fruit heeft geplukt is... Ella! Goed gedaan! Gefeliciteerd! Ah, dankjewel! Ik trakteer jullie allemaal op de kruismoney om het te vieren. Oh, wat lekker! We wachten op je bij de strandhut. Huh? Dan doe ik nog even snel een dutje. Betty, help je even? Ja, dat red ik wel. Hey, heb je hulp nodig? Oh, nee, ik heb het onder controle. Gaat het wel? Ja, het gaat wel. Wat? Sorry, maar je hebt een afdruk op je gezicht in de vorm van een smoothie. Wat voor afdruk? Ik zie er niet uit. In plaats van de baby die het meeste fruit heeft geplukt deze maand, ben ik eerder de onhandigste. Geen zorgen. De anderen hoeven niet te weten wat er is gebeurd. Hoi, baby's. We zijn er met de kruismoothies. Wat is er met je gebeurd, Ella? Je hebt een afdruk. Huh? Dat komt door... Ik had... ik viel per ongeluk op de grond door... een monster. Een monster? Een wat? Wat voor monster? Een monster... het berenmonster. Het berenmonster? Ja, hij viel mij van achteraan, maar met mijn karateschop... Ja, joeg ik hem weg. Wow. Wat goed van je. Zo dapper. En wie is het berenmonster? Is hij gevaarlijk? Nou, hij stinkt. Omdat hij rot is. Ik word hier misselijk van. Was je erbij, Nana? Nee, toen ik aankwam, was hij al weg. Toch, Ella? Ja, ondanks dat hij heel groot en sterk is, is hij ook supersnel. Wow. En hij is nog lelijker dan een net wakker geworden trol. Hij is zo groot. Als 5 baby's die op elkaar zijn gestapeld. Ik hoorde dat wanneer hij een vrucht aanraakt... Die meteen gaat verrotten. Hij hoeft alleen maar te kijken. Wat eng, zeg. Ik hoorde dat hij met 1 grote stap een aardbeving veroorzaakt. En hij kan vliegen. En als hij echt wil, vernietigt hij gewoon ons hele oogst. Ik ben heel bang voor hem. Maar gelukkig wil Ella haar felle karateschop aan ons leren. Huh? Haar karateschop? Ja. Oh. Op die manier kunnen we het monster wegjagen als hij terugkomt. Als hij terugkomt, zeg je. Ja! Ja! Wah. En als hij achter je staat? Ja! Hey Ella, ik heb een vraag over het berenmonster. Was het een conferencepeer of was het een stoofpeer? Ik denk een conference. En waarom heb je een rietje van een smoothie op je gezicht als je bent aangevallen door een eng berenmonster? Omdat het berenmonster dat rietje gebruikte als zijn zwaard. Echt waar? Dus hij had geen pijl en boog en ook geen hard schild? Hoeveel handen heeft hij? Zal ik je gedachten lezen? Huh? Je ging de kruismoothies ophalen in de fabriek en... Stop! 5 minuten pauze. Tja! Waarom wil je mij zo voor schut zitten waar iedereen bij staat? Dat is het niet, maar weet je, sommigen worden bang door je verhalen. Daarom moet je ze de waarheid vertellen. Geen perenmonster komt hier doorheen. Doei, baby's. Ik kom pas weer terug als het perenmonster verdwenen is. Vertel hem alsjeblieft niet over de fantasyberg. Hé, wacht op ons. Zie je nou? Je hebt gelijk. Ik moet ze de waarheid vertellen. Maar alles wat je erbij verzonnen had, was wel heel grappig. En riep je als zwaard. Dank je, Nana. Magic Tears Days! Doei. Ik moest jullie eigenlijk iets vertellen. Huh? Het berenmonster. Huh? Huh? Het berenmonster! Wat? Het monster? Waar? Daar! Het berenmonster! Kom, we vallen hem aan. We gaan! Ja! Ja! Wow! Wacht! Wow! De jellies. Laat mij maar even. Zet je schap, berenmonster. Chuck. Ja, het is je gelukt. Hé, wat doen de jellies hier nou? Ik wilde jullie vertellen dat ik alles heb verzonnen. Ik viel op een kruismoothie, vandaar deze afdruk. Kunnen jullie me vergeven? Natuurlijk. Hebben jullie zin in een peer?